Op dit nu nog lege stuk grond komt een fastfoodplein. Over een jaar openen er 3 zaken. Een Burger King, een Kentucky Fried Chicken en een Starbucks. Het zogenaamde Food Court komt op bedrijventerrein Bijsterhuizen tussen Nijmegen en Wijchen. Om precies te zijn bij het Palkerplein, dat is de rotonde met de bekende blokken erop. Het wordt ontwikkeld en straks ook geëxploiteerd door EG Retail. Het naastgelegen grote Esso tankstation is ook van dat bedrijf. Het fastfoodplein zal werk bieden aan zo'n 100 mensen. De meeste klanten zullen inwoners van Nijmegen zijn en mensen die op het bedrijventerrein werken.